staan hier op een werf in Genk, waar we vanuit de VDAB een taalondersteuning op de werkvloer geven. Het is zo dat voor anderstalige werknemers die via een IBO, dat is een individuele beroepsopleiding, aan de slag kunnen, de VDAB een taalondersteuning op de werkvloer aanbiedt. Deze is op maat gemaakt, praktijkgericht en bovendien gratis. Wat we eigenlijk doen is de mensen op een spontane manier tijdens het werk een aantal begrippen aanleren door veel te herhalen, door te vragen met hetgeen wat ze bezig zijn bijvoorbeeld. De thema's die meestal terugkeren zijn materialenkennis, hoe aangeven wanneer iets niet begrepen is, korte instructies begrijpen of zelf kunnen verwoorden, rond veiligheid, rond administratieve taken, al die zaken komen wel aan bod. David, wat heb je nu vast? Deze raam nu staat in water. Ja, en hoe heet dit? Deze waterpas. Ja, dat is een waterpas. Ik vandaag werk hier in Genk. Wij maken een huisrenovatie. Een nieuwe raam en een deur aanzetten. David is van Hongaarse afkomst. Hij zit nog niet zo lang in België en werkt nu ongeveer 4 maanden voor de firma Raamprof. Ik viel woorden leren voor collega's en ook voor cliënten en, ja, en alle mensen hier in België. Waar het raam mee kan draaien? Scharnier. Een scharnier, goed. Scharnier. Dit hier? Een klink. Dus ik doe de deur dicht, ik sluit de deur met de klink. Hè. Het voordeel van zo op de werkvloer aanwezig te zijn is dat we kort op de bal kunnen spelen als er zich andere situaties zich voordoen. Dus het is eigenlijk een leerproces op het moment zelf. Ik ga altijd proberen. Ik ga altijd vragen. En wat is dit, wat is dat? En ik veel leren. Dat gaat heel goed. We krijgen regelmatig telefoon van mensen die heel tevreden zijn over de samenwerking. Die kunnen uitleggen wat ze willen. En David verstaat dat al. Willy, ik moet de spullen zetten onder de raam. Deze raam niet, andere raam wel. Ja. Ja, onder die andere raam wel. Maar ik denk dat die gedaan is. Het spreekt voor zich dat aan elke IBO, aan elke individuele beroepsopleiding, een taalondersteuning gekoppeld kan worden. In de bouwsector, de horeca, de zorgsector, maakt eigenlijk niet uit. We werken altijd op maat.